Yo, wat up gasten, welkom bij het Koningslied in het echte leven. Gisteren heeft John Eubank afstand gedaan van het Koningslied omdat er te veel haat op was. Maar was dat wel terecht? Ik ga er nu achter komen in het echte leven. Alle tekst van het hele liedje staat gedurende de hele video hier in beeld op een balk. Heel veel kijkplezier, geef me vast een groen duimpje en ja, tot straks. Helemaal niks meer in de koelkast, leuk. Ongelooflijk, even één keer eieren. Ja, daar sta je dan. Is dit weer een van die momenten die je hebt gezien in je dromen? Nou ja, nee. Ik bedoel, je gaat op avontuur. De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja, zoals afgesproken doe ik elke woensdag de boodschappen van het boodschappenlijstje. Dat weet je. Ben je er klaar voor? Natuurlijk ben ik er klaar voor. In godsnaam. Kun je dat ooit echt zijn? Ja, hallo, waarom zou ik niet klaar zijn om naar de supermarkt te gaan? Nee. Ik bedoel, ieder mens heeft een taak in het leven, weet je. Alles gedaan om het voor te bereiden. En daar is het dan. Nou ja, eigenlijk heb ik me helemaal niet... voorbereid. Ik heb me 4 uur verslapen en dat geldt trouwens. Vind je dat erg als ik dat volgende week teruggeef? Anders kan ik voor jou geen boodschappen meenemen. Je belooft dat je alles zult geven. Kijk eens, iedere stap die je zet, leidt je gewoon naar hier. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Kijk om je heen, we lopen met je mee door regen en wind. Zal ik naast je blijven staan? Oké, wacht even, wat is dit voor iets? Ik bescherm je tegen alles wat komt en ik zal waken over je als jij slaapt. En ik behoed je voor alles. Ik zal waken als je slaapt, vind ik een beetje... Nee, ik bedoel, ik hou je veilig voor zolang als ik leef. 1 strijd, 2 levens, we zijn er voor elkaar. We zijn niet te breken. Oh, wauw. Kijk, op deze manier maak je het er niet echt beter op ofzo. Het is meer, ongemakkelijk wat je doet. Hey, jongens, kijk. Een vlag daar met 2 leeuwen. Nee, dat is een lamp. Ah, nou... Maar in ieder geval, we zijn met elkaar in de zon en de regen, zij aan zij, borst vooruit, trots als een pauw. En dit is ons geluid, hoe klein we ook zijn. Ik heb hier echt geen woorden voor. Ja, onze daden zijn behoorlijk groot. Als je begrijpt wat... Ik ga niet onderuit! Hey, gaat alles? Kijk eens voor jou. Een afscheidsbrief? Heb je die altijd bij je ofzo? Ja, een soort van voor jou, mijn kind, voor mijn pa, voor mijn ma. Ik heb hem altijd bij me. Ik ga hem wegbrengen voor je. Ik moet toch zo meteen naar de supermarkt. Geen zorgen, ik loop voor jou door de wind en de regen en ik zal achter je blijven staan. Oh, dan draag ik een vaandel met jouw naam. Jullie twee moeten hier echt mee ophouden gewoon. Het is raar, het maakt me ongemakkelijk en het slaat ook nergens op. Daarnaast is het ook heel simpel om te zeggen dat je door wind en regen gaat als het buiten eindelijk mooi weer begint te worden, nietwaar? Weet je, ik geloof in jou, zolang we bestaan. Ik ga er ook vandoor met je brief. Nou ja, wat ga jij doen? Een duik bouwen met mijn blote handen. Hè? Dragen jouw handen af en toe kleren? Haha, lolbroek. Nee, daarmee hou je het water bij ons vandaan. 2 uur later. Hey, sorry. Laat me weten wat je droomt. Wat is er? Oh, fuck. Ik ben in slaap gevallen met de boodschappen. En wat zei jij trouwens? Gewoon, ik wil weten waar je hart zo naar verlangt. Nou ja, ik zou wel het nieuwe Koningslied willen schrijven. Wauw. Oh, ik zal niet rusten tot het waar geworden is. Echt waar? Nee, idioot, dat kan niet. Nou ja, weet je, als je ooit de weg verliest, dan ben ik je baken in de nacht, dat weet je. Heb jij nog nooit van Google Maps gehoord? Nee, ik bedoel gewoon, ik wijs je de haven in de duisternis. Wat heb ik daardoor aan? Als het donker is, kan ik toch niks zien. Dus als jij me de weg naar de haven gaat uitleggen, terwijl ik niks kan zien, heb ik er niks aan. Je moet strijden als een leeuw, totdat het jou aan niets ontbreekt. Oh ja, natuurlijk. En jij bent? Nou, ik ben de W van Willem. Hey, 3 vingers in de lucht, kom op. Oh ja, natuurlijk. De W van Willem is de W van wij. Of gewoon de W van wanvertoning. Kom op, heel oranje staat zij aan zij. De W van water, waar we niet voor wijken. Of van weergeloze troep, wasbeer, wortel, wafel, woestijn, Willy Wartel, wijfie, wielrennen en natuurlijk Wortertom. En sowieso jongens, wat willen jullie hiermee bereiken? Dit is het rapgedeelte van het liedje. Niemand kan dit verstaan. Nou ja, we leggen het droog. Ja, sorry jongens, maar ik haal deze rap weg uit deze video. Sorry, maar dat was een brief, niet de tekst of zo van dit liedje. Hier. Dit is de goeie. Oké, begin hebben we gehad, dat hebben we gehad. Het laatste gedeelte van het liedje is 1 grote herhaling van wat er daarvoor was gebeurd. Jongens, laten we wat nieuws doen. Even actie ondernemen, iets verzinnen, oké? Weet je, misschien heeft hij wel gewoon gelijk. Ja, misschien moeten we inderdaad wat anders doen. Ja, welke Nederlander is nou populair? Maakt goede muziek. En hij moet een liedje voor ons willen maken. Inderdaad. Maar natuurlijk. Dries Roelvink. Let's go.
Ah, jongens, nee, dat bedoel ik niet. Nee, 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 ga daar niet weg. Nee! Yo, what up gasten, bedankt voor het kijken naar het Koningslied in het echte leven. Geef deze video vooral even een groen duimpje, dat zou ik heel erg waarderen. En mocht je deze video leuk vinden, abonneren kan je hier beneden, dan krijg je altijd meer video's van mij. En wat misschien veel belangrijker is, is dat je deze video doorstuurt. Want laten we eerlijk wezen, vrijwel niemand begrijpt dat hele lied. En nu kun je het eindelijk begrijpen. Daarnaast haat ook iedereen op dit lied en stuur het daarom door naar al die mensen. Stuur het ook door naar iedereen die van het lied houdt. En stuur het gewoon door naar al je vrienden. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken, de video's rechts zijn klikbaar. Helemaal bovenaan staat Facebook het echte leven, een echte aanrader. Bedankt voor het kijken en nog meer bedankt voor het delen en het tweeten over de video. Volgende week ben ik er weer en ik check jullie later.